Luffy. Hey G, gaan we nog spelen, G? Ja, is goed. Oké, okay, hoe het spel werkt is, we zitten in een hotel. En we proberen tot deur 100 te komen. Terwijl we dat proberen, verzamelen we muntjes en dat soort dingen. En komen monsters naar ons toe. Als de lichten knipperen, dan moet je de dichtstbijzijnde kast vinden en daar proberen in te verstoppen. Maar doe dat wel op het moment dat hij echt dichtbij is, het monster. Want de kast kan je zelf ook eruit gooien. En het is niet alleen maar het monster die de lichten knippert. Er zijn ook monsters die soort van kunnen fluisteren in je oren. En dan moet je om je heen kijken. Totdat je het monster ziet, want anders valt het monster je aan. Je ziet het straks wel. Want dit is meer een spel om dood te gaan om te leren. Dus kom. Deur 100 dus? Ja, tot deur 100. Moet je nu gewoon wachten? Nee, ik kan het ook wel skippen. Het hotel. Het is ook gewoon in het Nederlands gestopt. Oké, okay, dus hier. Hier kun je kastjes openen. Laadjes bedoel ik. Daar kan je muntjes in vinden. Of een love letter. Een sleutel. Hoe moet ik hem met sleutel? Hier, deze. Moet je openmaken. Ik open de deur. Let's go. Oké, okay, nog meer laadjes. Oh ja, dat zijn de kasten waar je in kan verstoppen. Lijp. Hier. Dit laadje die je hier ziet, die kan je openmaken. En daar zitten hoogstwaarschijnlijk muntjes in. Helemaal niks in. Helemaal niks. Je wordt ook lekker niet beloond. Niks. Gewoon helemaal niks. Bro, helemaal je wordt gewoon niet beloond. Je wordt gewoon niet beloond. Je hoeft niet in de kast te komen. Bro, ik dacht ik kom even uit de kast, snap je? Muntje! Muntje! Ik niet. Muntje! Mooi! Oh. Nou, ik ga niet naar beneden, dat zijn de backrooms, jongen. Oeh, kist. Oh, muntjes. Ja, daar kun je kist in vinden natuurlijk, dat is helemaal nieuw. Oké, okay, we gaan de backrooms in, oké. Okay. Als we dood is jouw schuld. Oké. Okay. Wow, ik schrik me dood van die onweer. Mooi, mooi, mooi. Elk laadje geld. Elk laadje geld, ik word straks gold digger. Ja, precies. Niks. What the fuck was jij? Godverdomme, het steringkind. Bij ik schrok. Ik heb een kaars. Oh. Ik heb de sleutel. Geld. De sleutel. Heb je een sleutel? Dan kan je kist openen, kom. Nee, dat was niet de sleutel voor de kist. Daar heb je een andere voor nodig. Daar heb je een lockpick voor nodig. Nou, open die door, man. Ja. Je kan ook de schilderijen inspecteren. Kan je zien hoe ze heten. Oh ja, dat is ook nog een ding. In de nieuwe update van Doors kunnen ook van die fake deuren zijn. Oh, pak een kast. Ga erin. Een monster. Oh. Oké. Okay. Okay, we zijn veilig. Kom. Het is nu al donker. Hallo. Kaars. Waarom merk ik het niet? Je hebt de kaars, ja. Oh, nog meer laadjes. Heb ik ook zo'n lelijke skin als jij? Nee, jij bent nog oké. Okay. Alleen je hoofd is groot. Ik vertel die deur niet. Nee, kijk. Hij is kapot. Je hebt een sleutel! Mooi! Nog heel even aan alle... Oh ja, hier zit een fake deur. Flip. Kun je nog zien wat de vorige deur was? Kut. Welke deurnummer was dit? Waar we doorheen gingen. Weet 12. Jij dat nog? 12? 12. Nou nee, ik zie 16, 17, 18. Oké. Okay. Ine mine met de tien potgrutte die... Deze deur. Peter, ben je goed? Dat was niet de goeie, Fabio. Niet die deur. Niet die deur, nee. Ah, mooi. Zocht doodschap met die bus. Wat? Sorry, ik heb buikpijn. Heb je buikpijn door de jumpscare? Ik word snorren, wat lang in mijn lijf. Licht, zo lang geleden, man. Oh. Pak een kast wanneer je het geluid hoort. Korrig. 3. Ja, hij komt eraan.
Wow. Oké, we kunnen er weer uit. Kom de kast uit. Jongeman. Hallo. Oh, ik heb een aansteker. Schrok, dood. Oké. Er is niks aan de hand. Wat? Nee, ik kreeg dat beestje die fluistert in je oren, maar ik had hem gezien voordat er überhaupt een fluister was. Ben je al doorgelopen? Nee, mama. Is het normaal als je iets ziet door een raam heen? Ja, is normaal. Oké. Okay. Oh, we hebben gelijk gevonden. Kom. Ik heb al gelijk de hendel gevonden. Een la. Met geld. Een potlood. Een potlood. Waarom loop je telkens sneller? Weet ik niet. Misschien als je achterloopt dat je dan snel loopt. Ik heb geld. Sleutel. Haha. Hé, hey, nog een ei aansteken. Ah, lighter. Lighter. Ik heb een sleutel. Oké. Okay. Let's go. Deur 28. Oh. Lekker, Rippert. En dan? Ja, ga de kast binnen. Oh mijn god. Ik zit nog in de kast. Oh. Ik heb een sleutel gevonden. Oh, nice. 31. Ik moet eigenlijk de nummers onthouden, stel we komen weer eens op kamer. Het is zo stil als de nacht. We kunnen met één bro, hoor. Oké. Okay. Oh, ik snap waarom. Dat fuck is ja, we krijgen straks dat ding achter ons aan. We hebben straks een chase sequence. We moeten van een ding rennen. En hoe kan je rennen? Dat krijg je gewoon in die chase sequence. Bro. Sam. Al die oogjes. Ik heb me wel een beetje aangekeken, man. Liggie. Oké, okay, hier krijgen we die chase sequence, kom. Oké, okay, je kan dus met C crouchen, onthoud dat. Want je moet C-shift en ja, je control. Moet, je moet bukken tijdens het rennen, want je komt nog om dingen. Zwart, jezus. Oké, okay, hurken. Rennen, ontwijk, hurk. Wat zit je me aanwijzingen te geven, bro? Ik ren al, hoor. Ik weet niet wat je doet. Jij moet doorrennen. Waarom oké? Fuck. Ik ren terug, waar de fuck moet ik... Oh, waarschijnlijk ben jij dan wel dood. Oh, je bent dood. Kut. Oké. Okay. Hoogstwaarschijnlijk, ja. Ja, ik heb hem tegengehouden. Kan jij revive of niet? Nee. Kut. Zullen we opnieuw beginnen? Want zo is het spel namelijk. Ja hoor. Is goed. Oké, okay, dan even kijken. Hoe moeten we dat? Nee, dan moeten we denk ik uit de game. En dan even opnieuw de private server joinen. Ah, what the fuck, je vader! Maar ze komt hier wel langs. Ze komt hier wel! Ik zie haar. Oké, schip tot wel easy. Ah!